Dames en peertjes, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Disneycraft. Ik ben hier met gastheer Roby. Hallo Roby. Ja, thanks. Roby, luister goed. Ga eens op de oranje stip staan. Ja? Ja. Oké, nou dankjewel. En vandaag gaan we dus wat dingetjes doen. We hebben toeschouwers in de glazen koepel. We hebben zelfs toeschouwers hier beneden. Het is toch wat. En ook allemaal dieren hebben dat gezien, Roby. Ik begin bij jou, bij de aap. Nou, daar hebben we natuurlijk achter jou staat nog een aap. We hebben Mickey Mouse, een muisje. We hebben een eend. We hebben een beer en we hebben een krokodil. En daarachter staat nog een... Oh, die heeft hele enge ogen. Hele lichtblauwe... Ja, een beetje... Ja, misschien demonisch. Lenzen. Nou, of lenzen. Ik denk demonisch is meer wit of rood. Denk je niet? Rood van de duivel en wit van de zon. En zwart. Weet je wel? Oh ja, en zwart. Zo, super zwart. Ja, dat kan ook nog. Schattig. Kijk, ze springen. Ja, nou ja, ik kan er niks aan doen. Vind je het leuk op de oranje stip? Ik heb speciaal voor jou neergezet, hè? Dus, ja, ja, waarom? Past bij haar. Oh, dankjewel. En bij je ogen. En bij je mond. Maar, nee, die heb je niet. Heb ik niet. Nee, dat maakt niet uit. Wie heeft wel een mond? Wie? Echt serieus? Alleen die aap heeft een mond van iedereen. En, oh, ja. En Wilco. Oh, en Dino. En Wilco. En Mickey Mouse. Zelfs Mickey Mouse niet, zie je het? Mickey Mouse is ook geen mondje. Nee. Maar, als je zo doet. En die beer dan ook niet, hè? Kijk. Je kan nooit meer eten. Dat is een eekhoorn. Hou nou eens op, elke keer met die eekhoorn. Dat is nee, een beer. Dat is een eekhoorn! Vraag het aan Eikhoek. Ik vraag nu aan Eikhoek. Eikhoek, wat ben je voor dier? Bijna 200%. Hij gaat zeggen een beer. Let op. Als het niet zo is... Oh, jee. Een beertje. Ja! Een beertje. Nee, kijk, weet je wat een eekhoorn is? Ja, dat. Het is zo'n squirrel. Een squirrel, ja, een squirrel. Zeker. Dat is zeker een squirrel. Oké. Hij heeft ook een staart. Hij heeft geen staart, hij heeft een berenpak. Ja, nee, maar hij onder dat pak dan. Hij heeft een kerstman berenpak. Nee. Nou, Roby, jij gaat naar je gebied toe. Ik kom zo bij jou langs, want jij bent bezig aan een heel leuk gebied weer in Toontown Studio. En ik ga namelijk grondige dingen doen die jullie niet gaan verwachten. Ik ga namelijk dingen weghalen. En alles wat een gouden blokje bevat, mag weg. Dus dan zie je dat het best wel hoop is. En zoals je ziet, zijn dat best wel aardig wat dingen. En hier zat ook een eendje en die is ook weg. En hier staat trouwens een dark ride attractie. Wauw. Die wordt waarschijnlijk nog verplaatst meer naar links toe. Maar we hebben hier natuurlijk een bos. En dat bos, die bomen gaan we ook nog even weghalen. Want deze boom is namelijk veel te oud. Dat hebben we gekeken en geconstateerd. We hebben hem laten nakijken. En hij was gewoon te oud voor in Disneycraft. Dus we moeten hem nu slopen, helaas. Nou, een betere excuus heb ik niet. Het was een hele trouwe boom. Jarenlang dienst bewezen bij ons in het park. Maar nu moet hij eindelijk weg. Nou, eindelijk. Ik was rot. Wat een mooie boom was het, Roby, toch? Ja, heel mooi. Dat was mooi. Een hele schitterende echt boom. Echt een mooie boom. Nou, en deze gaan we ook even weghalen. En dan hebben we sowieso meer plek voor de nieuwe dark ride of nieuwe attractie. Ik verklap het gewoon even aan jullie. Maar er komt dus een nieuwe attractie in het Sprookjesbos. Want we gaan het Sprookjesbos uitbreiden. Dat wist je vorige keer, had ik dat ook al verteld. En zoals je ziet mag ik dus... Wat goud is, mag ik weghalen. Nou, kijk eens, ik kan die lekker uitleven. Ik ga gewoon eens even dit selecteren. Huppakee. Want dit was vroeger een soort van... een ingang. Met een hele grote koepel hier. En dat gaat weg. Dit gaat ook allemaal weg. Huppakee. En dat gaan we dus helemaal vervangen met... dan lopen we een leuke waterriviertje. Want dit was een brug vroeger namelijk. En dit gaan we ook helemaal aanpakken. En dat wordt dus allemaal sprookjesgebied. Dat wordt echt heel gaaf. Want Roby, jij vindt ook dat we gewoon meer moeten uitbreiden met het Sprookjesbos, toch? Dat natuurlijk Disney gaat speciaal over sprookjes natuurlijk. Hè? Heb je dat gezegd? Nee, maar ik zeg het gewoon zo. Oké. Roby heeft het gewoon een keer gezegd. Ja. Nou, eigenlijk niet. Maar. Eigenlijk niet, maar daar gaan we gewoon vanuit. Nee, maar als ik jou dat zou vragen, dan zou jij het wel, denk ik wel, met me eens zijn dat inderdaad dat wij gewoon wat meer gaan aandacht gaan besteden aan, hè? Je snapt wat ik bedoel, toch? De Disney-sprookjes en er komen natuurlijk steeds meer bij. Ik bedoel, Frozen, hè? Dat is allemaal wordt er bij het sprookjesthema. We hebben wel wat van Frozen staan. Ja, maar bijvoorbeeld iets van de nieuwe Toy Story. Dat doen we natuurlijk ook al, ja. Nou, we kunnen in ieder geval, nog wel breed gaan. Dat is zo, hè? Ja, we hebben heel veel dingen al, hoor.
Ja. Dat wel. Moet je niet vergeten. Nee, ik vergeet absoluut. Zou ik dat nooit? Ik zou dat nooit durven vergeten. Nee. Nou, absoluut niet. Hoe kom je daarbij? Dat zou ik niet. Nee, natuurlijk niet. Oké, ik ga ze even hier onder de grond. En dan gaan we ze even zetten. Van wij willen dat dit allemaal gras wordt. Weg, 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 Eikhoek! Je gaat dood als je erin valt. Oké, je gaat dood. Sorry, Eikhoek, eruit, 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 eruit. Ja, goed zo, Eekhoorn. Je hebt goed geluisterd. En nu zie je dat het allemaal gras wordt. Als het gras twee klontjes hoog is. Roy, ken je dat liedje? Welk liedje? Als het gras? Er staat een paard in de stal. Nee, ja, die ken nee. ik. Oh, nee. Maar gaat het zo voor jou? Ja, nou ja, ik weet niet. Ik ben een aap eerst en nu ben ik weer een paard. Jij weet ook niet wat je wil. Nee, dat weet ik ook niet. Maar goed, het zal wel goed zijn dan. Ik heb vertrouwen op dat het gewoon goed gaat met je. Geen klachten en zo? No, nee. Nee, dat gaat allemaal goed? Oké, super. Nou, nee. No, nee. We gaan dus even dit stukje, want dit is een scène die heeft Roy ooit gemaakt. En ja, natuurlijk wel echt wel heel leuk. Ga je slopen? Nee, verplaatsen. We gaan niks slopen. We gaan iets verplaatsen. Roy weet nog niet wat dat is, verplaatsen. Maar dat is dat we dus een stukje pakken en dat we dan zeggen van... We gaan dat dan een stukje ergens anders neerzetten. Hallo, wie is dit? Rensmeijer. Jij bent ook een soort kerstelfje. Zoiets, ik gok het. Ja, wat is het druk ineens. Mensen, ik ga wat verplaatsen, dus kijk uit. We gaan dit dus een paar blokjes naar die kant neerzetten. Dus dat moet allemaal goed komen. Ik heb dat allemaal uitgemeten. Dat moet allemaal goed gaan gebeuren. Zo. En moet natuurlijk nog een beetje verder zo. En dan gaan we mooi toevoegen aan dit stukje gebied. En dan zeggen we set 0. Niet schrikken, het gaat nu weg. Het zijn serieus 12.000 blokjes. En dan gaan we pasten. En dan staat het gebied... Staat die ergens anders waar die dus een stuk is opgeschoven hier. Past die mooier bij alles, zeg maar. De bomen gaan we nog mooi maken hier. En dan klopt het een beetje. Hier komt dus een darkride te staan. Dit is ook een gebied met allemaal darkride. Zoals je de Wally ziet, gaat het eigenlijk een grote leuke toevoeging worden aan het gebouw. En ja, het is wat anders. Yeah. Ja, Roy. En weet je, kan je nog verklappen ongeveer? Ja, de meeste mensen weten het misschien al, maar... Alice in Wonderland, hoe had je dat een beetje gethematiseerd? Hoe kwam je op om de scènes te bouwen op de manier om het te vertellen? Ja, een beetje via het verhaal van Alice in Wonderland. Ja. Ik wilde nog eigenlijk dat begin doen met dat ze in een kuil valt, zeg maar. Maar ja, pittig, pittig. Ja, best wel lastig. Heel lastig in Minecraft. Ja, voor de rest heb ik een beetje het verhaal in gewoon herkenbare dingen uit de film. Want ja, kan je het verhaal voor ons, voor de mensen vertellen? Want ja, ik denk dat de meeste mensen het wel weten, het verhaal van Alice in Wonderland. Mm-hmm. Maar wat is een beetje het verhaal van alles? Want er is natuurlijk ook een remake gekomen met, hoe heet onze grote vriend? Wat is dit trouwens onder de grond? Oh, oké, random. Johnny Depp. Johnny Depp, ja. Met, er komt een deel 2 trouwens ook aan. Maar, ja, dat komt zeker. Staat al in de planning. Maar wat kan jij kort vertellen wat het verhaal eigenlijk inhoudt voor... Dat was een heel kort verhaal. Wat nou? Ja, nee, vertel maar. Het gaat over Alice. Nou, hou je wel. Het gaat over Alice en ze valt in een kuil of zo. Ze valt voor een man. En dan gaat ze... Nee. Oh, niet. Dan valt ze in een kuil en dan komt ze in een andere wereld uit. Zeg maar in Wonderland. Oké. Eigenlijk. Oh, leuk. En ik weet niet. Er gebeuren allemaal rare dingen. Wat doe je raar dan? Ja, gewoon dat ze dingen moet drinken en dan groeit ze en dan krimpt ze. En dan heeft ze een tea party met konijnen. Oké. En een rare man. Ik weet niet wat voor films je kijkt, maar... Nee, ik snap het. Nee, het is inderdaad... maar dat heeft Disney altijd wel een beetje van die magische figuren. En ik vind dat Johnny Depp doet heel leuk die rol ook van... welke rol deed hij nou van die konijn? De Mad Hatter. Oh, die Mad Hatter. Natuurlijk deed hij die. Met die mooie contactlenzen in. Hele gekke contactlenzen. Zag er heel gaaf uit. Ja, leuk, hè? Absoluut. Zeker weten. En we gaan dit nu... Omdat we natuurlijk... Roy had zeg maar die scène gemaakt voor een dark ride. En die dark ride is niet doorgegaan. En ik had zoiets van... Het is eigenlijk zonde als we dit wegdoen. Dus ik heb van een aantal scènes heb ik gewoon maak ik een nieuwe attractie. En de Alice in Wonderland wordt dan weer eigenlijk een hele leuke kinderfamilie dark ride idee. En dat is nog keihard in de aanbouw. Maar dit gaat dan horen bij het sprookjesgebied. En hier gaan we dus nu afmaken het gebied voor Toontown. Ik ga hem gauw een klein beetje harder zetten voor jullie.
En er staat erachter wat we gaan bouwen hier. Oh, het staat nu wel heel hard. Excuus mensen voor dat overtollige geluid. Zo. We gaan eens even een attractie neerzetten. En die komt hier te staan nog hier op de plek waar ik nu aan het slopen ben. En daar komt een attractie die hier achter staat. Dat is de... Uit mijn hoofd heet dat een topspin. Ik weet het niet zeker. Zo, ik ga het even slopen. We hebben even gebied nodig. Gaan we daar gewoon weer nieuwe bomen plaatsen. Dus wees niet bang van... Er komt daar geen niks voor in de plaats. Er komt sowieso een hele grote attractie voor in de plaats. En dat sluit af, omdat ik heb gezegd... Ik heb beloofd eigenlijk twee attracties moeten te komen in dit gebied. Dat is de trein. En hier dus... de topspin. De topspin staat hier achter. Ik sloop even wat meer, zodat je het kunnen zien. En nou ja, je ziet hem al erachter staan. Hier zo staat hij te stralen eigenlijk. En die ga ik hem even kopiëren, want deze krijgt een prachtig plekje in de Toontown Studio. Ik ga eens even kijken, wat is de voorkant? Daar is de voorkant. We doen... Wat vond je van die topspin? Die was toch echt heel mooi gedaan, met die mooie vlag ook erbovenop. Ja, ja. Ik vond het echt... Ja, ik vond het een topspin. Vind je niet? Nou, niet zo, hè. Ik heb een lolvolk aan. Mag toch? Mag dat niet? Jawel. Ja, mag ik. Okay. Ja. Nou, dan gaan we... ik kom zo bij je toe, Roy. Dat je niet denkt van, ik kom daar niet meer naar mijn project toe. Want bekijk het maar. Nee, dat komt goed. Dat ga ik zeker... Kijk, zelf maar. Kijk, we gaan hem iets daar in de plek moeten uitkijken met deze attractie. Dat hij niet te veel botst met elkaar. Dus ik ga hem denk ik ongeveer hier zetten. Omdat we nog wel plek naar achter kunnen. Omdat hij ook een ingang heeft, denk ik dat ik hem hier ga plaatsen. Er lopen allemaal mensen hiervoor, maar dat doen we even doorheen kijken. Zo, en dan plaats ik hem hier. Of dat er een beetje goed staat hier, dat weet ik niet. Misschien moet hij iets naar achter. We hebben een hoop bezoek hier. Een hoop beertjes ook trouwens. En ook een soort, volgens mij is dit een eekhoorn. Roby, kom eens. Ik heb een eekhoorn. Ik heb een eekhoorn gevonden. Ach, wat? Ja, nee, ik heb een eekhoorn. Hier, Julian Zwag. Julian Zwag. Ja, kijk, dat is een eekhoorntje. Nee, kijk, dat is een lief eekhoorntje. Ja, dat is Rudolf. Rudolf is dat. Echt waar? Je kan er ook niks aan doen, hè? Hier vier. Even kijken, hij moet vier plaatsen naar rechts kopiëren. Oké, ik ga hem even vier plaatsen naar rechts kopiëren. Hou even tellen, jongens. 1, 2, 3, 4 en 2 naar achter en paste. Zo. Klopt hij nou? Hij klopt nog steeds niet. Hij moet 1 naar rechts. Niet zo. Klopt hij nou? Ja, nu klopt. Nee, ja, hij klopt. Hij kan misschien nog wel wat naar achter, denk ik. We hebben geen uitgang voor die attractie. Dat is wel irritant. Je hebt, je hebt er hier eentje neergezet. En die hoort hier denk ik niet. Welke? Hierachter. Moet je even vliegen naar achter de topspin. Ja, die heb ik gekopieerd. Maar daar heb ik hem dadelijk zo voor weg. Okay. Je hebt hem door dingen heen geplakt. Dus je moet hem denk ik even undoen. Oh ja, maar dat was de bedoeling, hè? Maar ik ga wel iets, iets naar achter doen. Ja, ik doe hem hier wel, ja? Nee, deze hierachter, hè? Waar niet heb je het die. Over? Nee, hier! Ik ga even kijken. Ja, dat wist ik al. Die staat er al heel lang. Klopt. Waarom heb je die door huizen heen geplakt? Wat zonde. Ja, ik had een hele slechte pritstift. Dus dan moest ik wel goed plakken. Anders was het niet goed aan elkaar. Gewoon vier huisjes die we niet meer kunnen gebruiken. Ja, nee, maar ik ga dat gewoon fixen. Nou hadden te veel Main Street, hè? Dan nog. Komt goed. Niet te zeuren, jij. Nee, niet te zeuren. Nee, ik zeur niet. Maar jij moet beter opletten. Jij beter opletten. Ik ga nog één naar achter doen. Er zijn mensen aan het leggen of zo. Ik weet niet hoe dat komt. Dan zijn we gewoon even aan het lekken. Even aan de kant. Zo, nu is die helemaal... Nou ga ik hem niet meer verplaatsen. Nou staat hij helemaal perfect. Dus dit is de attractie. En topspin. Mensen gaan er gelijk al in. Hij werkt niet. Het is een niet werkende topspin. Maar ja, ik vind hem zelf wel heel erg mooi om neer te zetten. En ja, hij moet een must be dingen, weet je wel. Hoe zeg je dat? Nou, deze attractie staat er. Ik kom zo naar jou toe, Robby. Ik ga meteen naar jou toe. Ja. Oké, want dit kan wel even fillen zo. Kijk, als we dit gewoon fillen met gras. En dan zijn we een radius 30 of zo. Dat maakt niet uit. Hier nog even dit. Nou, dan ziet het er allemaal mooi uit. Oh, sorry. Ik heb je... Sorry. Ik had hem ingesloten. Ik had een heel grasdingetje neergezet. Zielig. Ik zie trouwens een hele oude skin van Giovanni. Hier, die Wolfjury, die heeft een hele oude skin van Giovanni. Ja, klopt. Zie je het?
Ja, nee, die ken ik wel. Oh, dat wist je. Oké, okay. Ja, leuk. Nou, ik loop gewoon eventjes via het pad loop ik naar je toe. En, want ik vind natuurlijk dat mensen nu een beetje moeten weten hoe je daar komt. Op welke manier. Dus ik ga even hier, breek het open. Ze hebben gewoon gefreerun. Zie dat mensen, want dan hadden het gewoon afgesloten eigenlijk. En er komen tonnen mensen. Ze komen waarschijnlijk achter me aan. Huppelen, ja, daar komen ze hoor. Ook de beer, Eikhoek Bacon. En we komen eens even kijken. Oh, ik zie het al leuk. Het ziet er heel leuk uit. Ja, nou, leuk. Mensen, ik... Wat heb je gemaakt, Roy? Dit? Helemaal. Alles eigenlijk hier. Gewoon... Ach, kom mee. We gaan vanaf het begin lopen. Oh, nee, niet daar. Helemaal daar. Ja, dat is het begin. Oh, ja. Oké, okay, dan kom, wel. Ja. Oké, okay, ja, oké. Okay, ja. Loop, loop, loop. Ja, ik loop hier achter. Hier. Oh. Het is een prieeltje. Ja, en wat kan je hier dan allemaal doen, hè, Robbie? Gewoon kijken. Oké, okay. Ja. Ik ben al wel uitgekeken. Ja. Robbie, hierin. Dit is een tankstation. En die ook zag ik leuk ook... ingericht ook. Ja, echt leuk, ja, want hè? Er kan misschien een kassaatje komt er nog en ja, zo. Maar ja, dat komt allemaal wel. Het is een conceptje. Nou, ik ga eens tanken. Ik moet bedenken dat ik hier met een skelter gaat, door op de pad gaat hier. Dat je skelter kan huren en dan kan je hier zo lekker tanken wat je wil. Ook leuk, maar goed. Oh, kijk, een beer gaat zich wassen. Kijk, beer gaat zich wassen, zie je het? Kijk hier. Zie je, hij gaat helemaal rondjes draaien hier. De car was. Ja, kijk, hij draait rondje. De beer is schoon hier. Waar is een eekhoorn? Nee, hier is een beer. En gaan we verder. Ja, oké. Okay. Ja. Gaan we hier verder. Oh, leuk. Dit is zo'n... Hier. Zo'n retro diner. Naar binnen. Oh, ik word geholpen door de beer. Mag ik van jou een berensterke cola? Ja? Oh, super tof. Nou, dat vind ik leuk van... Wat deed je omhoog kijken? Oh, leuk. Oh, ja, nee. Heb je ook een bovendieping? Wat? Oh, ja, nee, nee, nee. Oh, geen bovendieping. Oké. Okay. Nee, dat heb ik niet. Leuk. Leuk zo geïngericht zo. Ook het dak is ook heel leuk. Zo, met die vakjes. Mooi ja, dat licht is, erachter. Dat hoort zo. Dat licht, ik denk dat dat licht niet zo netjes staat, zo daarachter. Ja, dat boeit me niet. Oké. Okay. Dat wordt nog gefixt. Ah, en hier komt nog een boomje achter, mag ik dat plaatsen? Ja. Wel de bloemen weghalen. Ja, maar dat is jouw taak, ik kom niet aan de bloemen. Niet twee verschillende soorten bloemen, ook een beetje van die roze bloemen. Ik doe eerst gewoon de... Mag ik één bloem behalen? Die wil ik wel zeker erin hoor, dat is echt een verplichting. Waarom dat? Niet... Het is mijn gebied. Ja, weet ik, maar ik vind dat die zie ik heel weinig in het park. Sowieso, kijk. Nou, die vind ik heel schattig. Ja, oké. Okay. Goed gekeurd? Oké. Okay. Wat heb je hier? En dit is het, de cinema. Oh, mag ik een kaartje, Beer? Ja? Welke films draaide? Beer in het grote blauwe huis? Berenbotje? Paddington? Beertje Paddington? Hè? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, prima. Ik ga naar binnen. Wat een prachtige show. Schitterend. Korte voorstelling. Oh, hier staat het. De Muppet Show draait hier. Dit gaat over jou, dit verhaal. Met alle gemene rikken, ja. En dat was het zover. Oké, okay, tof. Super. Nou mensen, ik bedank voor het kijken van de aflevering. Beetje jammer, Roy, dat je zeg maar... dat je de dingen zijn gaten in de grond laat zitten. Nee, en het ziet er super leuk uit. Bedankt voor het kijken, mensen, nogmaals. En vergeet geen like te geven, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van DisneyCraft! Bedankt, Roy. 2.0. Ja, dat is al lang tot 2.0. Dat is al heel lang. Je weet niet.